We zijn niet eens onderweg en ze zijn al aan het autospotten. Ja, tof hè. Een setje op autojunk zetten, jongen. Dat is wel een mooi setje bij elkaar. Nu kiezen, Casper. Nu kiezen? Van deze. Nu staan. Nou, bij de M3 maar dan. Ja, dit had een mooi shot kunnen zijn van borden vol met schnitzels. Als we minder hongerig waren geweest. Ja, dat wisten ze dus niet. Nee. Doen we een intro? We doen een intro. Oké, hier komt de intro. Dat zijn we aan het doen, Wouter. Dat zijn we aan het doen. Dat is het begin. Zeg even, vanaf waar moet ik me knippen? Vanaf hier ergens? Vanaf hier moet ik even knippen. Ik maak niet zo veel uit. Hey, we gaan naar de IAA in Frankfurt. Toen dachten we nemen twee Renault Meganes mee. Waarom? Naar het hol van de leeuw nemen ze mee. Oh nee, daar is een BN'er. Oh, het kan. Hallo, kom even goeiedag zeggen. Dag meneer. Hi. Zo. Nou, we gaan dan weer door met filmen. Maar wat doet Renault? Die lanceert gewoon de nieuwe Megane RS hier in Frankfurt. Ja. Dat is echt letterlijk in rol van de leeuw. Waarschijnlijk omdat ze niet dichter bij de Nürburgring kunnen introduceren. Ja, ja, nee, maar dat is wel bizar. Kijk, Nürburgring video zie je alleen maar van dit soort apparaten. Echt ja, alleen maar. Wel veel, maar echt veel. Ja. Echt een onwaanzinnige stuurmansauto. Het is heel leuk. Dus we gaan vandaag, nou ja, we hebben al schnitzel gegeten, wat ik zeg, maar dat is niet waar. Ik heb een grote curryworst ding apparaat. Goed dat we het menu even doornemen. Ja. Zo naar binnen. Dat is ook mooi om deze slow motion af te Je weet dat er mee gaat gebeuren, ja. Dus we gaan even een stukje toeren. Ja. Ik dacht dat jij zo'n dikke Megane GT zou meekrijgen. Ik dacht dat ik een Clio RS mee zou krijgen. En toen werd het een Megane. Maar ja, RS dat ging dus niet meer. Want ja, dat is dat model. Gelukkig heeft onze cameraman nog mee. Maar dit is de GT. Dat is dan met de next best thing. En ik heb dan een diesel. Ja. Ja, maar we moeten heel ver rijden. Dus het is super economisch en zo. Dus je kan gewoon op één tank heen en weer? Nee. Jij kan... Ik moet jou bijhouden. En die gaat wel ver boven de 250 waarschijnlijk. Gaan we nog even proberen, Martijn. Ja, dat ga ik niet redden. Dus, maar ja, ik zit de hele tijd met het rechterpedaal helemaal naar beneden. Dus ik gok dat we dat ene tankje niet gaan redden heen en weer. Hé, hey, waar heb jij het meest zin in om te kijken? IAA, wat is het leukste? Waarvan denk je echt fucking vet man, dat dit nog kan? Dacia Duster. Ja, de Dacia Duster. Ik ben heel erg met gezinsauto's bezig natuurlijk. 911 GT3 Touring, al weten we natuurlijk al een soort van hoe die eruit ziet, want kijk maar naar 911R. Ja, maar dat vond ik wel wat chiquer. Hij is wat chiquer. Ja, maar en dan alleen maar handbak. Ik denk, jongens, weet je, zijn het dan niet weer nog in de jaren 70? Waarom niet gewoon PDK-bak erin? Ja, ik word een beetje moe bij. Mijn ideale Porsche zou een 911 Targa met achterwielaandrijving zijn en het GT3-blok. En een PDK-bak. Ik weet dat ik heb toevallig van de week op internet gezien dat er een Targa wordt omgebouwd naar GT3 RS look. Nee, niet look. Ja, maar die GT3 RS vind ik de look weer niet leuk. Ik wil wel het blok en onderstel en zo. Ja. Maar ja, goed, wat dan meer? Wat vind je die hypercar van Mercedes, mensen die ik wel heel misschien benieuwd naar. Ja. Omdat er nou, dat is toch weer zeg maar een soort van, je hebt een Chiron, dat is schattig. Ja, dat moet echt nog weer nog vetter worden. Ja. Martijn noemde het de hypercar. I want to see you sweat. Hyper. Nou, ik ben wel even benieuwd. Nieuwe Audi A8, ben ik wel benieuwd naar het interieur en zo. Maar ja, het is wel oud, het is wel mooi. Ja. Het is nog meer BMW M5. Ja, het is een snelle 5-serie. Ja. Leuk, vooral leuk om mee te rijden. Portofino? Ja. Op de California. Nee, we gaan het zo. Is het een heel nieuw model? Het ziet er wel echt heel anders uit dan in California. Gelukkig, zou ik bijna zeggen. Want dat vond ik echt altijd de meest ultieme kappers Ferrari ooit. Maar, ik ben die Continental GT. Ja, ook nog natuurlijk. Ja. En Renault Megane RS natuurlijk. Hadden we die al genoemd? Renault Megane RS ben ik zo benieuwd. Nee, ik ben stiekem wel benieuwd naar wat jij van de nieuwe Cayenne vindt. Dat dan ook wel. Ja, als ik foto's zie, dan denk ik, ja, ach, het zal allemaal wel, snap ik. Maar dat had ik met de Panamera ook. En toen, die was echt wel heel tof. Ik heb hem natuurlijk al gezien met Cayenne. Ik was nog steeds niet heel erg weggeblazen door de veranderingen. Maar ik ben wel benieuwd, misschien dat jij er heel anders tegenaan kan. Misschien nog niet. We gaan het zien. Misschien moeten we gewoon gaan. We gaan rijden, hè. Weer. Twee jongens.
Megane al een tijdje niet gezien. Nee, de gele Megane schijnt sneller te zijn. En zuiniger, maar het kan ook door Caspers rijstijl komen. Casper moet er wel tanken, terwijl dat dus een diesel is. Ik vind het verrassend. Hoe zou dat komen? Casper heeft zijn eigen show in Frankfurt. We horen eigenlijk naar de speech te luisteren van Matthias Müller. Dat, ik zal het even samenvatten. Minder diesel, meer elektromobiliteit. Zelfrijdende auto. Maar als ik nu toch even in beeld ben, wil ik toch even de oproep doen. Mijn Audi TT is gejat. Weet je, ik kan wel op de site zien. En ik dacht, nou, misschien moet ik een soort beloning gaan geven. Dus als iemand een goede tip heeft, dan geef ik een Autoblog telefoonhoesje. Die ga ik dan op maat maken voor jouw telefoon. Voor de gouden tip. En dat vertel ik staand voor. Het is een beetje een foute Audi TTRS, maar dit is dus met Audi Sport Performance Part. Veel carbon dingen, maar ook onderstelker dus aanpassen. Titanium uitlaat, sportuitlaat met meer herrie. Hoedscoopje achter de dingen, spoilers, sideskirts. Ook remmen upgrade, maar ook een anti-achterbank, zeg maar niet voor kinderen geschikt meer. Strutbracer, echt waanzinnig. Geil ding zeg maar achter. Dus nou, dat dus. Als jullie een gouden tip hebben voor mijn Audi TT, bouwjaar 99, zilver. Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal kansloos. Die wordt ergens nu uit elkaar geschroefd. Dus als je goedkoop Audi TT onderdelen ergens kan kopen, ja, dan moet je nog even aan mij denken. Dan misschien zijn het eigenlijk mijn onderdelen. Kom, we gaan nieuws zoeken. Ik moet even wat bekennen. We hebben ons zelf naar binnen gesmokkeld. Eigenlijk begint de beurs morgen pas. Wel alleen maar de hal met Volkswagen Groep producten. Er viel ons iets op. We moesten even wachten. Het was een speech, een beetje intiem gathering met Matthias Müller. Maar het duurde wel vrij lang. Dus toen ben ik even gaan zitten in deze Audi TTS Roadster. Mooi trouwens met rode stikseltjes zeg maar overal. Wat mij opviel, als ik hier, ik ga de deur open doen. Let op, hè, wat er dan gebeurt. Komt het raam een stukje naar boven. En ik vroeg mij af waarom dat was. Maar gelukkig heb ik dan mijn cameraman Martijn bij me. En die weet dat soort dingen. En die zei, dat is omdat anders dat raam gaat rammelen als je de deur open doet. En zo. Dus nu zit het dan toch wat, ja, wat steviger in die sponning of zo. Het is meer premium. Nog meer premium. Dan worden mensen hebberig van. Zo hebberig dat ze gewoon mijn TT hebben gejat. Ik zeg nog één keer. Beloning. Hoesje, jullie weten het. Oké, we gaan door. We gaan nieuws zoeken hier. Ik heb onder andere een G-tron gezien, een e-tron gezien. En ook wat dikke dingen met meer dan 600 pk. Ik denk dat we als eerste naar de G-tron gaan. Hoe? Meteen beloning. Okay, dit is wel echt... Woe. Fucking vet. Het is 911 Turbo S Exclusive Series. Dat is natuurlijk vooral laten zien. Kijk eens wat wij allemaal kunnen met onze ja, eigen individueel gemaakte 911's en zo. Je kan natuurlijk van alle kleuren. Maar dit, ik vind dit wel. Het is redelijk Dubai-achtig qua zeg maar understated looks. Maar ik vind het wel tof stiekem. Ja, wacht even, zijn dit carbon strepen? Of heeft hij een carbon dak en kap en is een deel niet gespoten? Dat is wel een verschil. Terwijl die... Ja, Martijn, ik weet niet of jullie het konden horen, maar anders zal ik nog even ondertitelen. Die zei, zijn dit carbon strepen of is dit een carbon dak en carbon motorkap? Dan is het serieus cool, maar als het soort strepen zijn, is het natuurlijk niet cool. Weet je wel, dat zeg maar een deel niet is gespoten. Ik heb geen idee. Maar dus als je dit zo wil, dan moet je dus tegen Porsche zeggen, ik wil het wel in carbon, anders vinden Martijn en Wouter het niet cool. Het is niet echt ruim hier voor. Maar er komt misschien ook die meneer achter mij ook een beetje ruimte nodig heeft. En het is natuurlijk volstrekt onnodig dat ik hier zit. En dit is een nieuwe A8, hebben jullie al gezien. Wel heel, heel, heel erg mooi. En zelfrijdende technologie, dus tot 60 km per uur, zeg maar, in de file op wegen met vangrails. Zou je niks zelf hoeven doen. Er zit een soort intelligente AI-button. Oh, dat is deze button, denk ik. Op de middenconsole, als je die indrukt, als je 40 rijdt of zo, dan gaat hij dat allemaal zelf regelen. Ik wil eigenlijk meer laten zien van die auto, maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan ik allemaal niet aan zo. Schlüssel niet gevonden. Maar kijk,
ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel van laten zien. Maar kijk, dit is display, Navi, dat prima. Maar hier heb je dus ook weer een display waar je allerlei geile dingen mee kan doen. Dit is wel echt super, super mooi. Aantal andere dingen die ik even ga uitlichten. Auto heeft luchtvering. Het onderstel is wel heel bijzonder, zeg maar. Ieder wiel aan zich kan zeg maar weer elektronisch worden aangestuurd met die luchtvering. En als je mogelijk bij een zijdelingse aanrijding betrokken gaat worden, hè, dat kunnen die auto's, die weten dat, die zien natuurlijk met de radar en andere sensors dat er een auto aankomt, mogelijk aanrijding van de zijkant, dan verhoogt de auto zich met 5 centimeter. Dat betekent dat in plaats van die vrachtwagen in je deur, nou ja, laten we zeggen die 911 in je deur, schuift die 911 tegen de dorpel aan. En die dorpels zijn sterker dan de deur en dat betekent 50% minder kans op letsel in de auto. Dat vind ik een mooie innovatie, als je dan toch al luchtvering hebt, waarom dat inderdaad niet doen. Ik ga even achterin zitten, want achterin is ook heel gaaf. Oh, ik vind het wel serieus. Je kan weer allerlei dingen haten en zo van Audi en dat soort dingen, maar dit is wel weer waanzinnig mooi gemaakt. Schermpjes hier kennen we, maar dat je dus hier ook weer een schermpje hebt. Een tablet, dat kennen we natuurlijk van de BMW 7-serie. Doet ook helemaal niks op dit moment. Ik moet hem erin doen. Eeuw, ga erin. Ik vind, dit is wel echt mooi gedaan. We moeten een keer een auto hebben die we kunnen starten, dan kunnen we wat dingen gaan bekijken. Ik ga even mijn lijstje spieken, een aantal andere dingen die ik wil gaan vertellen. Motoren, 3 liter TDI 286 pk, 3 liter TFSI 340 pk, 4 liter TDI 435 pk, 4 liter TFSI 460 pk. En er komt ook nog een W12, 6 liter groot. Wat ik trouwens wel weer bijzonder vind, want volgens mij was die vorige 6,3 liter groot, maar dat maakt niet uit. Daarvan geeft Audi nog geen specs. Ze hebben wel allemaal BAS. En dan moet ik even spieken wat die afkorting nou precies weer was. Ondertussen allemaal mensen mee aan het WhatsAppen. Ja, het is een soort slimme startgenerator mild hybrid. Dat betekent als je gas loslaat, de motor ook echt uitgaat. En dat schijnt in de testcyclus in ieder geval 0,7 liter per 100 kilometer te schelen. Nou, en dat is wel dingen waar gemiddelde A8-koper zich heel druk over maakt. Nee, natuurlijk niet. Het zit echt geen bal. Maar dat maakt niet uit. Wel goed voor de CO2-uitstoot. Een aantal andere gave dingen. Deze LED-achterlichten hebben OLED-technologie. Zeg maar wat je nog niet in je iPhone hebt. Kan ik, als deze video, als je die op dinsdag kijkt, kan ik dat nog veilig zeggen. Misschien de iPhone X die dat wil krijgen, maar deze heeft dus al eile OLED-technologie. En dit is dus een 5,5 liter. Nee, dit is de nieuwe type-aanduiding van Audi, de 55. En ik heb echt oprecht geen idee of dit dan een 3 liter TFSI, 4 liter TFSI is of heel iets anders. Die cijfers, daar moet ik nog even aan wennen. Bij BMW en Mercedes had ik dan nog zeg maar, het heeft een enigszins een relatie met hoe grote motoren waren. Dat is nu echt helemaal klaar. Ondertussen zijn Chinezen dit aan het fotograferen. Dus dan moet het wel heel bijzonder zijn. Oh ja, let's have a look. Oh ja, dit is inderdaad, kijk, wat heel mooi gedaan is. Dat heb je niet eerder gezien. Als ik hem open doe, kijk, dan draait dat mee, hè? Dit dus. Dus dan heb je, dan kan je dit dus open doen en dan bungelt hij wat minder. En als je hem dicht doet, dan zie je wat er gebeurt. Dan wikkelt hij op. Jongen, dit is dus premium, hè? Dat heb jij niet in je, dat denk ik ook niet in je BMW en ook niet in de Mercedes. Maar dit is dus Audi premium. Je ziet ook, zeg maar, onze zit inderdaad benzine, zegt Martijn. Ja, ruikt inderdaad. Onze Aziaten hier, die gaan echt helemaal los. Die zijn echt het ding al helemaal aan het fotograferen. Echt bizar. Kijk, echt alle details. Dus alles wat zij fotograferen is dus nieuw en bijzonder. Fucking mooi, man. En jullie weten allemaal, er is een dingetje rondom diesels. En dat betekent dat Volkswagen Groep serieus werk maakt van elektrische mobiliteit. Ja, het woord komt mijn neus ook af en toe eventjes uit. Heel concreet kan je eigenlijk alleen nog maar een e-Golf en een e-Up kopen. En natuurlijk die befaamde Golf GTE en Passat GTE. Waarvan iedereen natuurlijk altijd volledig elektrisch rijdt, heel veel. Minder spannend. Wat hier staat aan drietal auto's. Dit is de ID Bus. Nou, moderne interpretatie van het klassieke Volkswagen busje, maar dan elektrisch. Daar hebben we er inderdaad, denk ik, al 20 concepts van gezien. De ID, dat is, dit is eigenlijk een hatchback, ruime hatchback. En de ID Cross is een kleine SUV. Wat interessant is wat Volkswagen nu zegt. De ID en de ID Cross, dus de SUV en de hatchback, die moeten in 2020, dus over 2,5, 3 jaar, zal ze weer een beetje rekbaar, op de markt komen.
NEDC actieradius 500 tot 600 kilometer. Dus dat is inderdaad voldoende, meer dan voldoende voor dagelijks gebruik. En Volkswagen zegt nog een aantal andere dingen. Tussen 2020 en 2025 komen wij met 30 volledig elektrische modellen. En by the way, van die ID. Cross en de hatchback versie willen wij in het eerste jaar, namelijk in 2020, 100.000 stuks verkopen. Dus er gebeurt nu misschien nog niet zoveel, maar straks zie je daar wel een enorme beweging in komen. Van een insider hoorde ik dat deze modellen lijken ook wel behoorlijk veel op het productiemodel wat er zou moeten komen. Met natuurlijk straks wel normalere achterlichten, normalere achteruit, normalere velgen. Geen blauw met witte banden. Zo zijn er nog best wel heel wat dingetjes die ongetwijfeld heel anders zullen zijn. Wat wel geinig is, ik weet niet of je nu iets open kan doen. Nee, dat kan natuurlijk weer niet. Want het is een concept. Geen B-stijl. Hier overigens overal camera's in die auto. Hè? Dus dat ga je natuurlijk wel zien. Dat voor autonoom rijden, dit soort auto's, echt overal camera's, sensoren gaan krijgen. Wat ook wel grappig is, bij de ID. Cross, kijk, hier. Dit is niet alleen maar een GPS-antenne, als dat überhaupt al is. Maar het is ook een achteruitrijcameraatje of een camera om te kijken wat er achter je gebeurt. Want natuurlijk op de snelweg, als je autonoom wil rijden, wil je eigenlijk ook naar achter kunnen kijken en kunnen beoordelen. Goh, kan ik misschien inhalen als autonome auto of niet? Verlicht Volkswagen logo, dat gaat natuurlijk ook helemaal worden. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Funky interieur. Heel spannend. Leuk. Is dit een bekende rapper of een ontwerper met een petje op? Die mocht ook aan het stuur draaien van de ID. Cross 2 is het trouwens. Er is blijkbaar al een keer een eerder ID. Cross geweest. En er wordt gefilmd door iemand met een hele grote camera. Dus hij moet wel heel beroemd zijn. En iemand anders maakt foto's van hem met een telefoon. Dat is mij nog nooit overkomen, dat ik en werd gefilmd door een hele grote kamer en dat dan iemand ook nog foto's stond te maken. En Casper, heb jij nog wat leuks? Wij zien nu de Smart Vision EQ42 en dat is een elektrisch volledig autonoom autootje waar niet eens een stuur of pedalen in zitten. Nee, het is gewoon echt helemaal bedoeld als een soort capsule die zelf rondrijdt, zelfstandig is eigenlijk en die via carsharing systemen eigenlijk bij jou op de stoep komt. Dus jij geeft op een gegeven moment via je telefoon aan van joh, hey, ik wil weg en dan komt een van die karretjes die komt naar je toe rijden. En dan kan het zijn dat daar al iemand in zit. En dan denk je, ja, dan kom ik misschien bij een suf oude meneer terecht. Maar dat is ook niet het geval, want de auto die is intelligent en die kijkt naar jouw voorkeuren. Die kijkt wat jij liked op Facebook, dat soort dingen. En zal dan vervolgens zorgen dat er een auto bij jou voorrijdt waarin iemand zit die in ieder geval gedeeltelijk dezelfde interesses heeft als jij. Dus dan hoef je je niet te vervelen en heb je ook nog een leuke gesprekspartner. Daardoor wordt het ook een soort van sociale hub, zo'n auto. Grappig bedacht. Het is een visie voor 2030, 2040, heel ver weg. Het is een leuke manier om naar auto's te kijken. Wat betreft het uiterlijk van de auto, de deuren die werken als een soort grote schermen waarop je bijvoorbeeld de tussenstand van je favoriete voetbalclub kan laten weergeven om iedereen in de stad in te wrijven dat je van Feyenoord bent terwijl je door Amsterdam rijdt. En als je dat al te gewaagd vindt, kan je bijvoorbeeld ook het weer of de tijd in de vorm van een grote klok eigenlijk helemaal op die deur projecteren. Zag er wel grappig uit in de animatie die Mercedes daarvan gemaakt had. De Smart dus, heel leuk, maar niet helemaal waarvoor we hier op de Mercedes Media Night gekomen zijn. Dat is voor wat er hier achter mij gebeurt, maar daar is het verschrikkelijk druk. Dus ik ga eerst nog eventjes wat plaatjes maken van details en zo, omdat ik daar tenminste in ieder geval de ruimte voor heb. En dan kom ik zo even bij jullie terug met informatie over die auto, want het is wel echt een bizar concept.
ik ga hem gewoon nu al de ster van de show dopen. Het is niet zo moeilijk, het is een Mercedes. Hij heeft de ster op de neus. Boven het AMG-logo, want achter mij de Mercedes AMG Project One. En dit is echt een bizar apparaat, mensen. En Mercedes vertelt er heel weinig over, maar tegelijkertijd heel veel. Dingen die we heel graag willen weten zijn natuurlijk 0 naar 100, topsnelheid. Ja, daar zeggen we niet zoveel over bij Mercedes. Maar wat Mercedes wel zegt, 0 naar 200 in minder dan 6 seconden. Minder dan 6. Dus niet te begrijpen. Topsnelheid boven de 350 km per uur, dat kan dus nog van alles worden. Dat is wel een opmerkelijke. Er wordt dus niet geroepen, ja, we gaan gewoon kaart over die 400 km per uur heen of iets dergelijks. We gaan Bugatti het leven zuur maken. Nee, dit is een auto die echt bedoeld is als gewoon, ja, Formule 1 auto voor de straat. En dan denk je, ja, dat hebben we vaker gehoord. Ferrari heeft ook wel eens een keer een motorblok afgeleid als van de Formule 1 gebruikt in een straatauto. Nee, dit is gewoon de 1,6 liter V6 uit de Formule 1 auto in een straatauto. Er komen gewoon 275 van die auto's. Er gaan 275 Formule 1 motoren op de openbare weg rijden. Natuurlijk zijn er aanpassingen aan gedaan. Zo is het hoogste toerental omlaag gebracht, want dat zou normaal gesproken veel hoger liggen dan de 11.000 toeren die deze auto kan draaien. Maar ja, je wil ook dat hij iets langer heel blijft dan alleen twee kwalificatierondjes op je favoriete straatcircuit. Dus nou, dat hebben ze iets teruggebracht. Maar verder, echt qua techniek, ook qua hybride techniek en dergelijke, bijna 1-op-1 een kopie uit de Formule 1. Het Carbon Monocoque chassis, ook afkomstig uit de Formule 1. Het is echt bizar hoeveel spullen van de Formule 1 auto's in deze auto hebben weten te proppen, wat we tot nu toe kunnen zien. En er zijn gewoon bizar veel gekke details. Laten we beginnen bij de voorkant. De splitter die kan in allerlei standen uitschuiven, afhankelijk van hoeveel downforce je nodig hebt. Hetzelfde geldt voor de koelsleuven die op de voorspanborden zitten. Die sleuven die kunnen open of dicht naarmate er meer of minder koeling nodig is, of het juist de aerodynamica ten gunste is om ze dicht te houden. De Mercedes AMG Project One krijgt 4 elektromotoren mee, los van die 1,6 liter V6. Het gecombineerde systeemvermogen komt neer op 1000 pk of meer dan 1000 pk. Die elektromotoren, eentje zit in de turbocompressor, eentje zit direct op de krukas. En twee stuks zitten bij de voorwielen. Elk voorwiel heeft zijn eigen elektromotor en ook zijn eigen computer om dat allemaal aan te sturen. En dat betekent dus dat je bij wijze van spreken op het rechtervoorwiel 100% elektrisch mogen los zou kunnen laten, terwijl je het linkervoorwiel helemaal niet aandrijft. Het zou kunnen in theorie, het zal in de praktijk misschien niet zoveel voorkomen. En die 4 elektromotoren die zorgen er dus voor dat je bijvoorbeeld ook alleen met de voorwielaandrijving weg kan rijden, heel stil, elektrisch. En dat je pas de verbrandingsmotor bijschakelt op het moment dat je die echt nodig hebt. Aan de achterkant van de auto zien we ook weer variabele aerodynamica. De achterspoiler kan in verschillende standen zichzelf uitklappen en inklappen en meebewegen en weet ik het allemaal. En we zien een enorme diffuser onder met 1 hele dikke centrale uitlaat met 2 kleine ronde dingetjes eraan vast. Ik weet niet of dat dan ook weer losse uitlaten zijn of dat het weer ergens anders voor bedoeld is. Maakt ook niet uit. Het is wel heel freaky en heel high-tech om te zien allemaal. Het interieur echt helemaal onder bestuurder heen gebouwd, maar er kan een passagier mee. Dus het is niet zo dat je helemaal alleen in die auto hoeft te zitten zoals in een Formule 1 auto. Dat dan weer niet. En daar was Lewis Hamilton erg blij mee. Die kwam de auto zelf hier het podium op rijden, want hij is ook betrokken bij de ontwikkeling van deze Project One. En nou ja, die wil natuurlijk af en toe zijn schatjes mee kunnen nemen. En ja, of het dan Rihanna is of een ander chickie op het moment, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval is het leuk voor hem dat hij in gezelschap gewoon door Monaco kan cruisen straks in zijn Project One. Want hij gaat er natuurlijk geheid eentje aanschaffen of krijgen van Mercedes. Dat zou ook heel goed kunnen. Er komen er 275. Dat is natuurlijk niet heel erg veel. En er komen er een paar naar Nederland. We weten nog niet precies hoeveel. Ik weet nog helemaal niet wat de prijs is nog van het ding. En waarschijnlijk degene die hem koopt maakt het ook niet uit. Dus ach, we moeten allemaal wat te dromen houden, toch? Ja, niet alleen motorisch en qua aerodynamica is het natuurlijk helemaal high-tech. Ook het onderstel is echt typisch Formule 1. Er staat hier een opengewerkt model, dat heb ik eventjes kunnen begluren. En daarin zie je ook gewoon dat de veerarmen niet verticaal staan zoals je dat bij een gewone auto gewend bent, maar echt horizontaal in de auto liggen. Aan die veerarmen en aan die draagarmen zitten dan weer prachtige mooie wielen. Voor 19 inch, achter 20 inch. En die wielen die zijn gesmeed, maar dan wel weer met een gedeeltelijk carbon afdekking.
En in die carbon aftrekking zitten dan weer drie kleine gaten waaruit de warmte van de remmen kan wegvloeien. Die remmen die zijn overigens carbon keramisch. Dat is uiteraard omdat ze beter bestendig zijn tegen grote hitte en ze langer stabiel blijven. Oh, dat was het. Goed gedaan hoor, Cas. Echt leuk. Inspirerend. Eigenlijk ieder merk hier, zit even te denken, jawel, heeft een auto voor een echte purist hier staan. Ze zijn bij de Volkswagen groep nog steeds in de hal. Ik ben er even bij gaan zitten, want dit is namelijk de eerste Audi R8 zonder quattro badge in de grill. Hier staat hier Audi Sport en dit is de Audi R8 RWS en dat is de Rear Wheel Series. Wat impliceert dat er mogelijk meer komen. Inderdaad, een achterwiel aangedreven R8. Ik denk zelfs gewoon de eerste Audi. Sinds die merknaam in ieder geval wordt gebruikt met achterwielaandrijving, met louter achterwielaandrijving. De V10, niet de plus, maar dus 540 pk. Hij is 50 kilogram lichter dan R8 met quattro. Dat scheelt ook alweer even. Ik moet even spieken voor de 0 naar 100 tijd. Je moet me vergeten, ik word al wat ouder. Ik weet niet alles uit mijn hoofd, jongens. Nu doen we 3,7 seconden, dat had ik op zich wel goed onthouden. Spider 3,8 seconden. Die rode streep op het dak, die krijgt dus inderdaad bij de coupé. Dat is afgeleid van de LMS-versie, de Racer. Natuurlijk fantastisch. Nou, die heeft dat namelijk ook, staat daar. Hadden we op zich kunnen weten. Die is wel lekker race-battered, vind ik altijd wel mooi. Ja? Ja, speciale kuipstoelen in het interieur. Maar eigenlijk gaat het bij deze auto alleen maar om één ding. Namelijk dat hij alleen maar achterwielaandrijving heeft. En ik moet me ook van het hart, die eerste generatie R8 stuurde best veel kracht naar achter. Kon je echt wel zeg maar, een driftje mee neerleggen. Deze huidige generatie R8 is veel neutraler. Kan je zeggen dat het beter is? Ik vond het ook wel een toefje saaier. Ik bedoel, schitterende auto. Maar qua rijgedrag... Misschien toch de oude R8 wat prefereren, maar met die R8 RWS, met achterwielaandrijving dus, helemaal goed gemaakt. Dit is dus de Up GTI. We staan hier ook de Polo GTI, is ook leuk. Up GTI, 1 litertje, 85 kilowatt, betekent 115 pk, 8,8 seconden naar 100. Dat is helemaal rap voor zo'n klein torentje. Net geen 200, 197 km per uur geloof ik. Oh ja, mooi. Ik vind het ruitje, dat vind ik zo grappig. Vind ik zo goed dat Volkswagen dat erin heeft gehouden. Verder wel een geinige auto. Misschien kunnen we een keer mee naar Zeeland rijden of zo, als we daar weer een keer heen moeten. Kijken hoe hard die wind meegaat. Als je dan, meestal is het westenwind, hè? Dus als we dan weer terugrijden richting Rotterdam vanuit Zeeland, dan hebben we gedeeltelijk wind mee. Dus dan kunnen we kijken of we boven de 200 kunnen krijgen. Dat is wel een leuke uitdaging. Gewoon een keer, weet je, wat gaan we testen aan de Up GTI? Nou, of we hem boven de 200 kunnen krijgen. Nee, Martijn, dit is dus niet alleen een spoiler delete voor de GT3 Touring Package. Je krijgt dus ook een speciale GT3 Touring badge op die roosters. En dingen zoals de raamlijsten zijn zilver. Dus dat is anders. Wat wel weer grappig is, met de Black Exterior Touring Package kan je die weer zwart laten maken. Dus dan lijkt het wel weer gewoon op een normale GT3. En de lampen bijvoorbeeld hebben geen zwarte accent. Die zijn dus ook zilver. Binnenin, om het puristische GT-karakter te benadrukken, hebben ze meer leer in plaats van Alcantara. Bijvoorbeeld ook voor het stuur. En de middenconsole en de deurgreep zijn ook afgewerkt met zacht leer. Het centrale deel van de stoelen, omdat leer glijden nogal vanaf, is dan weer van stof. Ja, dit is natuurlijk wel echt een van de geilste motoren die je kunt krijgen ter wereld. Namelijk die 6-cylinder boxer, 4 liter groot, 500 pk. Betekent deze auto 3,9 seconden naar 100, want alleen maar met handbak te krijgen. En dat vind ik dan weer irritant, want ik zou deze auto op zich best willen hebben, maar dan wel met PDK. Gewoon omdat het beter is, sneller is, zuiniger is en minder CO2. Wat betekent dat de ijsberen langer niet kunnen zwemmen, maar langer op het ijs kunnen liggen, omdat het niet meteen smelt. Maar ja, iemand bij Porsche dacht weer, het moet een handbak zijn. We hebben ook een prijs van deze auto. En die staat natuurlijk niet in deze, wacht even, staat niet in dit pers... Huh? Ja, 236 uit ons hoofd, roepen wij. Ik heb hem hier wel in de mail hoor, jongens. Ik heb ook alle info van de Kia Turbo hier al, maar dat mag ik nog niet vertellen. Prijs is... Spanning, hè? €234.950. De meerprijs van het pakket is 0 euro. Maar door een hogere CO2-uitstoot is de BPM ook hoger. En dus is die dus duurder dan een normale GT3. Ik weet eigenlijk niet wat een normale GT3 kost.
En als je dit een beetje lafjes vindt, wat ik wel snap, want je hebt gewoon minder koppel onderin met zo'n atmosferische prutsblok. Moet je toeren maken en zo met een handbak, heel irritant. Staat hiernaast de daddy of alle 911, namelijk de GT2 RS. En hierboven staat de GT2 RS in het geel. Hoe tof is dat? Ah, van de geile porno. Nee, dit is wel... Weet je, als ik echt serieus veel geld zou hebben, zou ik eigenlijk maar één 911 willen hebben. Dat is namelijk een GT2 RS. Waarom? Omdat dit is gewoon de daddy. Dit is gewoon de snelste van het snelste, heftig van het heftigst. Gebaseerd natuurlijk op de Turbo S, hè, dus 3,8 liter turboblok, maar grotere turbo's die gekoeld kunnen worden met een waterspray. En dat betekent 700 pk, 750 Nm koppel, sprint naar de 100, 2,8 seconden. Dus je denkt, nou, dat kan nog wel beter. Naar de 200, 8,3 seconden. 0 naar 200, 8,3 seconden. Dat is, nou, als je met een gezinsauto in 8,3 seconden naar de 100 kan sprinten, dan ben je eigenlijk redelijk snel in het Nederlandse wagenpark. Deze auto rijdt dan 200. Topsnelheid 340 km per uur. Heeft een grote spoorlus. Dus daar is die niet per se voor ontwikkeld. Veel carbon delen, maar voelde ook een titanium sportuitlaat. Scheelt weer 7 kilogram. Je kunt ook weer een WiseTech package krijgen. Dan worden er meer onderdelen van carbon fiber reinforced plastic gemaakt en ook van titanium. Dat betekent bijvoorbeeld dat dak- en torsiestabilisatoren en koppelstangen van beide assen zeg maar lichter zijn. Het scheelt ook weer 30 kilogram. Hij heeft magnesiumwielen. Prijs 354.300 euro. Weet je wat zo leuk is? Als je deze auto bestelt, kan je er ook een horloge bij bestellen. Speciaal bij de auto. Kost ook nog 9450 euro, even uit mijn hoofd. Dit is wel, ja, ik vind dit, dit is wel tof. Weet je? Kijk, van een GT3 en een GT3 RS en een R is er nu ook weer een nieuwe versie van. En ook weer met de Touring Pack. Er zijn eigenlijk best wel veel gemaakt. GT2 RS, een stuk bijzonderder. Als we eerlijk zijn. In 2014 kwam de Seat Leon Cupra met een 2 liter turbo. Met 265 of 280 pk. In 2015 kwam er een Seat Leon Cupra met 290 pk. In 2016 kwam er een Seat Leon Cupra met weer een upgrade van 10 pk. Dat is 300 pk. In 2017 zitten we nu, als jullie goed hebben meegesteld, Seat Leon Cupra R 310 pk. Nog steeds voorwiel aangedreven. Ja, ze krijgen elk jaar er 10 pk bij. Maar het allerbelangrijkste nog aan deze auto vind ik, hij is gewoon net even wat rariger. De normale Seat Leon Cupra vind ik een toefje braafjes. Net iets te kleine uitlaten, net iets gedistingeerd. Dit schreeuwt wel lekker in your face. Kijk nou ook gewoon dit soort gouden accent. Ik weet eigenlijk niet of dit dan zo standaard wordt. Maar die uitlaten lekker even niet te groot. Maar wel, je ziet dat dit een performance versie is. Mooie carbon stripjes. Nou ja, weet je, spatbord verbreden is natuurlijk gewoon een iets dikkere bumper en een opgeplakt ding. Maar het is wel, het geeft net even wat dikkers. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Wat grappig is, deze gouden spiegels, een beetje matbruine dingen. Mijn vriendin je had op een gegeven moment een Volvo V60 met styling kits. En dan had je ook van die bruine skidplates, een beetje zoals dit. Ze had bruine wielen. Maar haar spiegelkappen waren niet meegespoten. Toen heb ik tegen haar gezegd, laat de spiegelkap ook in die kleur meespuiten. En nu heeft de CLD dat ook gewoon met de Leon Cupra. Nee, ik vind dit wel gaaf. Los van of je die kleur of niet mooi vindt. Dit is gewoon een mooie uitvoering. Echt een gaaf ding. Zeg maar. Dat ik zou denken, joh, misschien wil ik er ooit wel een. Ook binnen. Ja, weet je, gouden Seat logootje. Dit is een beetje dat goudbrons. Hij komt er met handbak, 6 traps, 5,7 seconden naar de 100, geloof ik. 799 stuks gemaakt. Dat dan weer wel. Ja, fijne kuipstoeltjes. Deze G-bak volgens mij ook optioneel, maar er staat me bij dat je dan iets minder pk's krijgt. 5 pk minder. Maar dat weet ik niet zeker. Maakt niet uit. Ik vind dit echt een leuke versie. Alcantara. Gouden stikseltjes. Dat 10 jaar geleden, als je dan zeg maar contrasterende stiksels in je BMW 7-serie had, nou, dan gleed iedereen van zijn stoel. Tegenwoordig ook gewoon in een Seat Leon. Maar ik vind dat echt serieus wel mooi. Dat maakt zo'n auto wel af. Dat je zeg maar een soort lijnen hebt van buiten naar binnen. Die kleuren die matchen een beetje met elkaar. Het is gewoon een gave uitvoering. Zet maar voor de deur, zeggen we dan. Gaaf concept natuurlijk. De AI-con, ik weet niet hoe ze dat ding heet. Daar staat zo Elaine achterop.
elektrisch, zelfrijdend. Nou, je kent het allemaal wel. Wel heel mooi trouwens. Zo van dichtbij. Het is wel echt bijzondere lijnen. Zo. Wel echt typische Audi, maar dan toch wel heel gaaf. Wat ik vooral heel gaaf vind, is deze manier. Stel, je zit in de auto en je wil je telefoon graag zeg maar, naar voren door de boterkap gooien. Nou, er zijn niet veel auto's. Wacht, ik moet even neerleggen. Nou, geen enkele andere auto kan dat volgens mij. Die meneer van Volkswagen vond het niet een heel grappig grapje, geloof ik. Maar ja, apart ding. En ja, weer heel erg concept. Je ziet hier natuurlijk wel de vorm van een Q5. Met een soort coupé versie. Waarvan er natuurlijk geruchten zijn dat van de Q7 ook een Q8 komt. Nou ja, zou er zo uit kunnen zien. Maar dan met normale koplampen en een normale zijspiegels. En een normale grill en een normaal Audi logo. En een normale aandrijflijn, want uiteindelijk willen jullie gewoon allemaal TDI. Heel mooi, een nieuwe Bentley Continental GT zit hier nu doorlopend op het dashboard. Maar als ik de auto ga starten, mag niet op de rem drukken, want dan start hij echt. Dan gebeuren een aantal dingen, nou, de auto gaat aan. En dan krijg je hier dus het navigatiescherm of deze mooie klokjes. Een beetje Breitling geïnspireerd, lijkt mij een beetje zo. Maar als ik dan hier op het knopje screen druk, krijg ik een navigatiescherm. Dat is nog een keer op screen. Weer die klokjes. En als ik dan weer hem uitschakel, ziet de wijzertjes mooi recht gaan staan. Draait hij één keer helemaal rond. Komt hij zo te staan. Hoe briljant is dit? Heel leuk. Ik vind het mooi. Jullie ook. Als ik nu een keer toch zit, even een aantal stichtige woorden over een nieuwe Bentley Continental GT. Dit is de W12, die komt ik als eerste. 630 pk, 900 Nm koppel. Dan moet ik even uit mijn hoofd. Volgens mij 333 km per uur topsnelheid. 3,6 seconden naar 0 is wel rap voor dit formaat auto natuurlijk. Vierwielaandrijving wordt wat minder saai bij Bentley. Want ze gaan meer kracht naar achteren sturen. Ik wijs die kant op, maar ik moet die kant op keuze. Zodat hij wat meer rear-wheel drive oriented wordt. Dat is natuurlijk wel een beetje een trend. Hè, wat we natuurlijk ook zien bij BMW M5. Daar gaan ze nog wat verder. E63 gaan ze ook wat verder. Maar ook voor de auto met vierwielaandrijving is het toch leuk als die toch wat speelser worden. De vooras is een stuk verder naar voren komen te staan. Dat is een trucje wat Audi bijvoorbeeld ook met A4 en zo heeft uitgehaald. Om zeg maar gewoon te zorgen dat die ook het motorblok dan toch wat meer middenmotorkarakter krijgt. Om minder onderstuur, 17 centimeter naar voren toe te gaan. Even te spieken wat ik nog meer voor leuke dingen hier kan roepen over de nieuwe Continental GT. 17 kleuren verkrijgbaar. Valt me nog tegen. Maar je kunt natuurlijk altijd zeg maar ook helemaal individueel gaan in dit soort auto's. 15 tapijtopties. 15 verschillende afwerken voor het interieur. Kijk, hier bijvoorbeeld hebben we vrij licht hout met aluminium. Rood en wit leer. Roodachtig tapijt. Je kunt daar echt het zeg maar zo gek maken als je zelf wil. Is overigens de derde generatie Continental GT. En er zit 10 vierkante meter hout in de auto verwerkt. Schijnt. Ik zou niet weten waar precies, maar het schijnt echt zo te zijn. Hier zie je wat voorbeelden van wat je allemaal kan doen met het leer. Zwart met oranje vind ik dan nog redelijk bescheiden. Wit met groen wordt al wat heftiger. Oké. Geboortejaar of geboortejaar en het sterfjaar van Walter Owen Bentley in het stuur. Maar daar bijvoorbeeld paars met geel. Ja, het kan. Is het mooi? Nee, dat niet. En hier, deze vind ik ook wel grappig overigens. Een stuk, je denkt bruin, maar dit is goudkleurig. Maar ook met een goud stikseltje. En dit vind ik wel weer grappig oranje. Kijk, en deze dame staat hier een demonstratie te geven van hoe ze dat doen met het stikken. Het is allemaal handwerk dus, hè. Heb je ook wel een idee waarom zo'n auto dan ook zo duur is? Dit soort zaken wordt echt gewoon met de hand afgewerkt. En niet in een of andere robot in elkaar geflanst. Echt huge ass camper. Dit. California XXL. Het is een studentfahrzeug. Wat wel leuk is, je kunt hier dus slapen. En als je dan echt heel veel gedronken hebt, dan klap je even het raampje open. En dan kan je zeg maar zo naar buiten projectiel kotsen.
Wat ik ook leuk vind, ik heb hier een, nou ja, het is dan niet zo'n heel leuk reclamefilmpje van de Volkswagen campers. Maar dit is dus een Beamer, kijk maar. En die zit dus daar in het dak. Dat vind ik wel weer tof gedaan. Zodat het allemaal naadloos is, dat je niet zo'n lelijke plak zwart LED display hebt hangen. Ja, en dit is om even te testen of jullie lieve babyboomers, of jullie zo'n dikke Volkswagen camper zouden zien zitten. Ik vind het wel leuk hoor. Zit open, ja. Yeah. Ik vind de instap is wel weer wat onhandig. Ik snap het niet helemaal hoe babyboomers hier dit dan handig vinden. Maar het zal wel, als je dan met je rollator in één keer, ik denk dat je dan op je rollator moet gaan staan en dan in één keer erin springen. En dan moet je die stoel draaien als je dan weer weg wil rijden. Tenzij je gewoon wil gaan eten, want je hebt hier gewoon een tafel. Fucking hell, joh. Gewoon een tafel. Heb jij wel eens een auto met een tafel erin gezien? Nou, ik niet, tot nu toe. Maar nu dus wel. En dan ga ik beginnen hier met de crossover special op de stand van Jaguar. Dat is op zich wel raar, maar dat was vroeger natuurlijk zeg maar, van die traditionele limousines. Limo's, saloons moet ik dan natuurlijk eigenlijk zeggen. Hier naast mij de I-Pace, dat is elektrische concept. Komt in 2020 of iets dergelijks. Hier achter mij de Jaguar F-Pace, die kennen we. Heb ik erin gereden? Nee, dat heb ik niet. Dus ik heb geen idee hoe dat rijdt volgens mij. En dan hebben we hier de hot hatch in zijn segment, zoals ze dat zelf zeggen. Jij bent iets anders aan het filmen volgens mij dan de I-Pace. De Jaguar I-Pace. Ietsje kleiner dus dan de F-Pace. Vanaf prijs moet ik meteen even noemen. €48.150. Dan heb je een dikke 150 pk diesel voorwiel aangedreven I-Pace. Dus wat daar hot hatch aan is, dat weet ik ook niet. Maar hij zou wat lekkerder moeten sturen. Komt ook die nieuwe 2 liter turbo benzinemotor met 300 pk. Dan heb je natuurlijk wel all-wheel drive. En nou ja, 180 pk diesels. Allemaal verschillende varianten. Verdere prijs nog niet even gecommuniceerd. Zit hier weer een Aziatisch ogende meneer allerlei dingen te fotograferen. Dat is altijd wel weer grappig. Interieur wel weer typisch Jaguar. Weinig hele spannende dingen. Dus het is niet zeg maar, zoals bij een Range Rover Velar dat je denkt, wow, wat hebben ze hier voor gave dingen ontdekt. Maar wel netjes. En misschien moeten we dan toch ook nog even wat andere dingen bij Jaguar laten zien. Want ergens hier, ik moet zeggen, ik zag de benen van die mevrouw en toen ik keek er toch ook iets langer naar. F-Type XF XJ gaat al een tijdje mee. Dit is de XJR 575. Dat betekent die V8 met supercharger. Dan weer upgrade naar 575 pk. Zou je kunnen denken dat dit misschien een uitzwaaimodel is, zodat er straks eindelijk een nieuwe XJ komt? Want deze auto begint wel een beetje op leeftijd te komen. Als ik hem zo zie staan, vind ik hem overigens wel weer tof. Zwarte wielen. Daar hebben we ook wel een dingetje mee. Het is wel heel erg in. Maar dit is bij deze, zit even aan het kijken. Even om die meneer heen. De meneer denkt, oh jongens. Bij deze auto denk ik dat het wel kan, zwarte wielen. Wat ons namelijk opviel, is dat het heel vaak gewoon niet zo heel tof staat, zwarte wielen. Gewoon net niet helemaal. Maar dit is een beetje ja, concurrent voor M67 Li X-Drive of Audi S8. Die dan wel allebei vierwielaandrijving hebben. Deze is natuurlijk gewoon alleen maar achterwielaandrijving. Wat me dan wel weer opvalt, wat ik gewoon echt niet zo mooi vind. Deze naad is gewoon veel te breed. Zie je dat? Het is gewoon te groot. Het is ook niet zo dat je hem daaraan hoeft beet pakken of zo. Nou ja. Details, details. Ook leuk, de Project 8. Als je het hebt over belachelijke saloons. Zonder achterbank. 800 pk. Hoeveel pk is dit ook alweer? Niemand weet het. Ik ga het opzoeken. Film maar even. Vierwielaandrijving, 600 pk, supercharged V8, 700 Nm, 3,7 seconden naar 100, 322 km per uur. Maar je hebt dus maar twee zitplaatsen. En ook verkrijgbaar met een trackpack. Ja, dit is wel een heftige jack. Natuurlijk ook wel weer een beetje ridicuul en belachelijk. Waar wij op zich dan wel weer van houden. Dat is ook weer zo. En wat ook wel leuk is aan deze auto. Kijk eens even naar die banden. Die zijn best wel een beetje heel erg gebruikt. En heeft overigens vierwielaandrijving deze auto. Een aanpasbare rijhoogte. Aerodynamica is ook weer aanpasbaar en zo. En Project 8 betekent dan dat ze binnen 8 seconden. Of nee, binnen 8 minuten over de Nürburgring hadden willen rijden. Weet ik eigenlijk niet.
roepen jullie dat maar even in de comments, wat er met, waarom dat ding Project 8 had. Hij is alleen links gestuurd te verkrijgen. Wat voor een Jaguar best wel een dingetje is, dat je dus geen rechtsgestuurde variant van een Jaguar hebt. Wil ik je even meegeven. Dit is misschien ook wel weer een beetje vermoeiend, hè? Dit soort trends. Dit is de Land Rover Discovery. En als je aan de Land Rover Discovery denkt, dan denk je aan heel veel ruimte. Je kunt even rotzooi meenemen. En het is een offroader. En dit is de Land Rover Discovery SVX, of X, in gewoon Nederlands. En in plaats van SVO, wat dan weer sportievere Jaguars en Range Rovers zijn. Of SVR, ik weet niet, al die moeilijke afkortingen. Maar dit is dus een offroad pakket voor je Land Rover Discovery. Met, dikkere banden. Goodyear Wranglers in 2,75, 55, 20. Met lekker groot knoppenprofiel. Actief middendifferentieel. Heeft ook een systeem om te voorkomen dat je omslaat. HARC, ik moet even kijken, speaker wat nou precies was. Hydraulic Active Roll Control, zodat je niet om... En ze gaan dit op deze manier in productie brengen. Dit is overigens een 5 liter V8 supercharger. Ja, die komen best wel in wat auto's tegen bij het Land Rover Jaguar Concern. 575 pk. Ja, het ziet er ruig uit. Kijk, nu ze geen Defender meer hebben, moeten ze al die mensen die dit soort auto's willen kopen, met gewoon veel te grote banden en waar je eigenlijk niks mee kan in Nederland. Ja, die moeten ze ook nog een beetje servicen. Dus daarom deze SVX. Ik haal hem even naar binnen. Ik weet niet of dat vaker zo met pick-ups is. Of je dan ook zo'n kort hebt, moet je snel zijn. Schiet hij weer terug. Is wel handig voor een pick-up. Inderdaad, deze dicht. Nog meer nieuws voor de Amarok. Heeft natuurlijk allemaal V6 TDI tegenwoordig. Begin met 163 pk. En de sterkste was 225 pk. Deze. Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk deze versie is. Maar er is dus nu ook een Amarok met V6 TDI met 258 pk. Echt, ik vond het zo'n geniale auto. Die V6 TDI die past daar echt wel heel goed bij. Het is gewoon een lekker bullig blok. Gewoon van tussen de 60 en 150 zo is die nog best wel rap. Kan lekker een beetje mee bumper kleven. Het is ook wel hoog en indrukwekkend. Slecht remmen natuurlijk. Dus dan gaan mensen vanzelf voor je uit de weg. De T-Roc. Ik zal even de achterportier open doen. Een kleine SUV, maar niet zo klein als ik had verwacht. Ik dacht dat het een beetje polo-achtig zou zijn. Maar volgens mij is het net even een maatje groter. Nou, bekende TSI en TDI motoren, 115 tot 190 pk. Elektrische kofferklep gaat deze meneer zo demonstreren. Let op, gaat hij. Kijk, is dat fijn. Ik heb een assistent tegenwoordig. Ik vind hem wel dat hij vrij serieus gekleed is zo in een pak. Wel zijn stropdas thuis gelaten vandaag, maar verder toch wel vrij serieus. Ook met 4Motion leverbare T-Roc. En natuurlijk heel leuk, in twee kleuren, oftewel een two-tone. Deze heeft een vrij saai dak, maar je hebt daar dus gewoon eentje met een rood dak staan. Een soort rood kapje. Dat is toch wel grappig. Ik vind het wel geinig, maar dit is gewoon niet mijn segment. Qua auto's. Ik ga er wel even in zitten. Niet met het rode dakje, Martijn. Voor als je me kwijt bent. Hij heeft wel gewoon het Active Info display, hoe heet het bij Volkswagen? Volgens mij wel zoiets. Ik vind het wel echt wel een gaaf dingetje. Het is echt een leuke auto voor je moeder of je vriendin. Als je vriendin niet heel erg into de hele grote Range Rovers is. Of dat je zelf geen hele grote Audi Q7 kan betalen voor je vriendin. Dan is zo'n T-Roc denk ik wel een tof. Dit is een T-Roc Sport. Heb ik net gelezen. Stel je wilt geen T-Roc. Dan heeft Seat de Arona. Waarvan de cameraman Martijn en ik meteen zijn. Hij voelt wel kleiner dan de T-Roc. Ik weet oprecht niet wat de maten hiervan zijn. Maar nogmaals, dit is niet mijn segment waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. Ik vind het wel grappig gedaan. Deze ook weer two-tone natuurlijk. En dan zo'n aluminium strip. Aluminium. Martijn en ik hebben een keer voor de Jaguar XF geprobeerd aluminium heel stom uit te spreken. Zonder te lachen. Deze keer op dit hele serieuze event, waar het vooral gaat over elektromobiliteit en zelfstandig rijden. En we niet al te veel over TDI's mogen praten, dan lukt het mij best aardig. Ik ga even achterin Arona zitten, om te kijken of het wat is, achterin. Ja. Ja. Met de deur dicht. Wel weer een beetje Seat afwerking. Daar bedoel ik dat het gewoon net even wat goedkopere materialen zijn. Andere of meer functionele materialen. Meer functioneel als in je kan het met hoge druk spuiten. Ook de binnenkant afspuiten. Dat is de Arona wel een beetje.
Behalve het dashboard, want die heeft een soort leer met een rood stikseltje. Heel mooi. Kom even kijken, Martijn, dat is wel tof. Echt, serieus. Kom er even in zitten. Kan je ook even rustig zitten? Jongens, de sleutels gevonden. Serieus. Hij doet het niet, maar ik heb wel sleutels. Dat zou kunnen. Hij doet niks. Weet je van een andere Seat dan? Even kijken, staat iets op. Cassie. Kielus. Ja, dat zou kunnen. Hé, hey, maar even serieus, ik vind dit, daarvoor stap ik even in. Zo'n stikkeltje vind ik dan wel weer leuk. Het is wel, dan stap je in die T-Roc en denk ja, dat is echt, dat is wel net even een tandje mooier dan dit. Maar ja, misschien wil je geen Volkswagen, dat kan. Dan wil je een Arona heten, die dingen. Ja, geloof het wel. Ik ga er weer uit. Ik wil er even in zitten. Ben je al aan het filmen? Ben je nog wel een keer aan het filmen? Oh, jongens. Oh, ik heb moeie benen. Klonk heel erotisch waarschijnlijk dit. Dit is de K-Roc, in tegenstelling tot de T-Roc. Dus dit is van Skoda. Het is niet een, eigenlijk een kleine Kodiaq. Dus het is wel weer C-segment, gebaseerd op de Golf en de Octavia, zeg maar MQB-platformerachtige SUV. Dus, maar dan net iets kleiner dan de Kodiaq. Ah, film het meisje met die rode haren ook even, vindt ze leuk. Ze was echt aan het kijken, ze gaat ook soort van heel gezellig doen nu. Van je weg lopen. Ze rent van je weg. Heb je dat vaker, Martijn? Je trekt wel mannen aan. Komt dat? Ik, ja, weet je, ik heb nog steeds niks met dit segment. Je zou op zich haar nog wel inderdaad een keer kunnen filmen. Maar ja, weet je, het is vast heel handig. Ik zou oprecht niet weten. Het is wel warm in zo'n auto als de airco niet aanstaat op zijn beursvloer. Ze nemen nu van de SUV's Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, Seat Arona, dat is weer kleiner, is gebaseerd op de Seat Ibiza, zeg maar een beetje dat formaat. Audi Q2, dat is ook weer een beetje hetzelfde. Dat is alleen al van deze merken. En dat is ook nog de Kodiaq, die staat hier niet. Tiguan hebben we ook niet. Er stond daar ook zo'n hele grote, hoe heet de Atlas. Dat is meer voor Chinese land, denk ik. Er zijn best veel SUV-keuze. Dus het lijkt wel een trend dat mensen SUV's willen. Ik weet het nog niet zeker. Het is wel weer een beetje hilarisch. Hier achter mij, Opel Insignia GSI. En dat is dan toch weer een beetje terughalen van wat we in de jaren 90 hadden. Maar wat wel verwarrend is, want Opel had uiteindelijk een beetje, zeg maar, die OPC-naam waar ze een beetje aan het promoten. Begonnen mensen net een beetje te snappen. Gaan ze nu weer verder met GSI. Het is een iets sportievere versie van de Insignia. Dit is een 2 liter turbo, zou het kunnen zijn. Weet ik, dit zou trouwens ook de diesel kunnen zijn. Hij is er dus als diesel en als benzine turbo. Benzine turbo heeft 260 pk, 245 km per uur topsnelheid. Dat deed de Insignia OPC de vorige veel beter. Wat deze veel beter doet, hij is 160 kg lichter. Ondanks dat hij ook vierwielaandrijving heeft. Dus echt gewoon een stuk sneller, bijvoorbeeld ook op de Nürburgring. Wat niet heel belangrijk is, behalve dat dat wel gewoon een indicatie is hoe lekker een auto gewoon überhaupt een beetje vooruit wil. Ik ga even spieken voor de diesel specs. 2 liter diesel ook, biturbo, 210 pk, 7,9 seconden naar de 100, 231 km per uur. Deze doet 7,5 tel naar de 100. Dat is niet heel erg rap. Is wat dat betreft een beetje lauwwarm. En blijkbaar gaat die GSI-badges inderdaad een beetje voor lauwwarme Opel staan. Want van de Corsa was er een Corsa OPC met 193 pk en een Corsa GSI en die had dan 150 pk. Dus een beetje zeg maar Audi S en RS modellen, maar dan van Opel. En om deze special in stijl af te sluiten, lopen we even naar die kant. Dwars door het beeld bij iedereen, hartstikke leuk. Naar de Grandland X. Van deze auto weet ik dat hij voorwielaandrijving heeft. En dat hij groot, praktisch en inzetbaar is. Moment waar we allemaal op hebben gewacht. De nieuwe BMW i3. Lichte facelift. Onder andere, ja, dat zien we dan weer niet aan deze kant. Maar de mistlamp, ik moet even goed zeggen, ik twijfel even. Je hoort het hem, hè? Die zijn niet meer rond, maar langwerpig.
Batterij is groot geworden, 33 kilowattuur is die nu. Dat betekent NEDC range van 300 kilometer. Het leek net of er iemand over mijn schouder heen keek, maar dat is die vrouw daar, zeg maar, op dat scherm. Echt heel bizar. Zeg maar, in je ooghoek zag ik dat en dat leek te dichtbij, maar het klopte toch niet. Dat geheel even terzijde. Je hebt nog steeds die optionele range extender, zeg maar, dat motorfietsenblokje wat je dan daarin gooit. En dan komt er 150 kilometer actieradius bij, allemaal weer NEDC, dus in de praktijk stuk minder. Dit is op zich wel aardig. Dit is de i3S. Dus in plaats van 170 pk heb je dan 184 pk. Dat betekent dat hij sneller naar de 100 gaat. 6,9 seconden. Op zich een i3 is best wel rap. Hoor. Vooral die eerste mensen. Je hebt natuurlijk dat koppel meteen vanaf 0. Bam! Knalt hij erin. Dus dat is altijd wel verrassend als je een i3 naast je bij het verkeerslicht zou ik zeggen. Kies je, moet je niet altijd mee gaan sprinten, dat wilde ik zeggen. Topsnelheid is ook hoger, normale i3, een behoorlijk laffe 150 km per uur. De i3S, een nog steeds behoorlijk laffe 160 km per uur. Maar eigenlijk wat het leukste is aan de i3S, kijk, zo'n i3 is gewoon een beetje een iel autootje. En hij heeft nu zeg maar 10 mm bredere spatbordrand, dus echt een plakdingetje wat erop zit. Spoorbreedte is ook iets vergroot, 40 mm erbij. Je kunt hem hier ook met 20 inch velg krijgen, iets bredere banden. En ik heb hier toevallig ook zeg maar tastbaar gemaakt wat de upgrade nou precies is qua batterij. Nou, dat zijn twee AA'tjes extra die je krijgt. Ik leg ze hier neer. Voor de gelukkige vinder. Misschien leuk als iemand binnenkort dan nog naar de IAA gaat om even te controleren of ze er nog liggen, die Duracells. Ik vind het wel grappig, zo'n i3S in deze kleur, dan wordt het opeens net even wat leuker. Maar het blijft natuurlijk gewoon wel echt een beperkte auto waar je niet zo heel veel mee kan. Een auto waar je ook niet zoveel mee kan, staat hier achter mij. De BMW i8 Memphis Style. Ik heb geen idee wat het is en waarom het er is. Maar ik weet wel dat het heel veel kleuren exterieurpanelen heeft. Een soort Polo Harlequin, maar dan nog erger. En ook in het interieur is er iemand door de leervoorraad en Alcantara voorraad gegaan die behoorlijk kleurenblind was. Apart is het wel. Maar mooi? Nee, dat is het niet. Het is een stand van Great Wall. Er stond iets van Great Wall, dat doet heel goed in China. Het merk heet Y-W-E-Y, waarvan Martijn dacht dat het van dat poeder was om je spieren heel erg te laten groeien. Maar wat met deze auto is, weet ik niet. Hij heeft wel zeg maar, echte dikke jetsers van uitlaten. Ik ga er even instappen en even kijken. Redelijk ruim van achteren. Het kan ook doordat er een kleine meneer voor mij zit. Het ziet er niet eens heel beroerd uit overigens. Het is best wel oké eigenlijk. Wat me wel weer opvalt, nee, even serieus, het is een soort Chinese afwerking. Deze hangt toch, dit is zeg maar een soort tent die je niet goed hebt gespannen. Die hoort er gewoon zo te zitten. En zeg maar zo niet helemaal strak. En, weet je wat het is? Tegenwoordig met nieuwe auto's, die stinken eigenlijk niet meer zo naar nieuwe auto. Deze wel. Wat het dan zegt over materiaalgebruik, weet ik niet. Of dat Chinezen dat gewoon onwijs cool vinden, dat hoort gewoon nog. Ik ga even voorin zitten. Dit is overigens een auto met zwarte velgen van, ik denk, nou, ik weet het nog niet. Thank you. Ah, ze zijn wel heel vriendelijk, de Chinezen. Deze heeft ook het Active Info Display, wat hebben ze van Volkswagen. Hey, ik weet echt serieus helemaal niks over deze auto, van het hele merk niet. Maar het ziet er netjes uit. We kunnen even op het infobordje kijken of er iets staat. 21 inch velgen heeft hij. Een 2 liter double channel direct injection supercharged. Supercharged, dat is heel bijzonder. Double balance shaft, double VVT, central sodium intake exhaust. Veel, dat zal een valve moeten zijn. OAD belt pulley, double channel exhaust manifold, electric throttle, electronic water pump. Nou, dan heb je dat allemaal en dan krijg je 172 kilowatt. Dat is even uit mijn hoofd, 65, net geen 250 pk volgens mij. Zeg dat goed? Nee, veel minder. Dat is een derde, hè? 240 pk. Nou, maakt niet uit. 360 Nm. 8 liter op 100 km. Luxury will be perceived from now on. Dat is hun tag-on. Als je dat vertaalt, volgens mij, klopt dat niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Ik ga even de voorkant bekijken. Het is een premium. Ik vind het op zich oprecht niet beroerd.
wel, zeg maar, heeft wel een beetje eigen smoel. Serieus. Ah ja, kid you not. Ik vind het best wel oké. Er zijn er een paar in de autowereld die al ietsje langer meegaan. We haalden toevallig op de snelweg een Suzuki Jimny in. We hebben dat even op Wikipedia opgezocht. Maar de Jimny is in 1997 op de Tokyo Motor Show gelanceerd. En eigenlijk sinds die tijd onveranderd in productie. Komende Tokyo Motor Show komt er blijkbaar een nieuwe. Of dat dan echt helemaal nieuw is, weet ik niet. Maar in ieder geval gaat hij 20 jaar mee. Dan hebben we de Fiat 500, ook al 10 jaar mee. En hier achter mij de Maserati Gran Turismo. Dit is volgens mij de derde of vierde facelift. Maar die gaat dus ook al sinds 2007 mee. Wat ook wel grappig is, dit knipperlichtje, verdenken wij altijd ervan dat hij gewoon rechtstreeks van het Fiat Punto afkomt. Met ook denk ik een van de weinige auto's die nog een oranje knipperlichtje aan de zijkant van de auto heeft. Serieus, we gaan kijken of we er nog één kunnen vinden. Maar ik denk dat het gewoon niet gaat lukken. Nou ja, strak getrokken. Ik vind het overigens wel goed gelukt. Het voelt wel wat moderner en frisser. Ik krijg bijvoorbeeld ook Apple CarPlay, navigatiesysteem binnenin de auto. Dat is natuurlijk fantastisch. Die V8, en daar wordt het misschien wat pijnlijk, is natuurlijk wel een waanzinnig klinkend apparaat. Dat weet ik, want ik heb een buurman die iedereen heeft met een uitlaat. Nou, die echt niet heel veel dempt volgens mij. Maar dat klinkt fantastisch. Deze natuurlijk ook weer. 460 pk. Ja, er is huidige maatstaven niet waanzinnig veel voor zo'n auto. Sprint naar de 100, 4,8 seconden. Ja, wel leuk. Maar het kan nog maar net mee. Eigenlijk moet er wel een nieuwe komen. Ja, ik heb niet het gevoel dat Maserati daar al enorm hard mee bezig is. Maar het blijft vrij. Dit is trouwens de MC-versie Stradale. Ik weet niet of het Stradale heet, maar gewoon Gran Turismo MC. Die gaat dan in 4... Maserati Corso, krijg ik even door van de cameraman. Ja, is wat sportiever. Die is dan 0,1 seconde sneller naar de 100. Ik heb ook wat carbon details en zo. Ja, ik vind een beetje, dit is natuurlijk wel erg mooi gedaan. Spiegelkapjes kennen natuurlijk wel, maar ook binnenin. Serieus. Het is, dat kunnen ze wel bij Maserati. Zeker dit soort modellen nog. De modernere zijn wat saaier, zou ik bijna willen zeggen. Maar dit is wel echt fraai hoor, moet kijken. Ik moet hem even terugzetten. Stoelen, leer, materiaal gebruikt. Echt wel super. Dan hebben we nog oordeel over de zwarte wielen. Ja, we wilden onwijs de zwarte wielen afzeiken bij allerlei auto's. Maar bij deze vind ik het ook weer kunnen. Maar dit komt ook, dit is niet hoogglans, dit is een beetje mat. En ik ken iemand die heeft een gele Renault Megane RS. En die wielen zijn ook mat zwart. En dat is dan toch wel lekker racy. Dat is wel goed. En we moeten ook nog even naar de Ghibli, want daar is ook wat mee gebeurd. Ik wilde zoiets zeggen, je ziet meteen het verschil tussen deze twee Ghibli's. Maar dat is nog best wel lastig. Sterker nog, ik kan in dit licht niet eens heel goed dit lezen. Maar hier staat Gran Lusso. Je hebt dus, de Ghibli heeft een milde facelift gekregen nadat hij vorig jaar ook al een faceliftje kreeg. Dus een soort model year update is misschien een betere benaming. Gran Lusso is een wat luxere versie. De Gran Sport zou wat sportiever moeten zijn. Maar ik heb wat moeite om daar nou echt heel veel meer sportiviteit in te zien. Kijk, het is in dit licht echt nasty te lezen, die tekst. Iets andere velgrooie remklauw, die heeft zwart. Ja, dat is ook wel een verschil. Deze heeft een zwart spoilerlipje. Wat meer zwarte accenten. Ja, om nou te zeggen dat ik dit heel overtuigend sportief vind. Binnenin. Zwart leer, rode stiksels, wat meer carbon. Ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik dit nou niet heel anders dan ogen dan die Gran Lusso. Als je bijvoorbeeld Audi S-Line of BMW M-Sport pakket, dan zit er toch wel wat meer verschil in. Ik weet niet of het aan de achterkant nog iets. Nou, ik heb wel gezien hoe je het meteen kan spotten. Kijk, de Ghibli Gran Sport heeft hier van het honingraad gewichtsbesparingen in de diffuser. En de Gran Lusso heeft dat dus gewoon niet, hè? Jongens. Nou, dan weet je wel. Als je dat mooi vindt, dan moet je dus de Gran Sport. Als je het niet mooi vindt, dan de Gran Lusso.